ter nagedachtenis aan de Nederlanders die hier geweest zijn van januari 1944 tot na de bevrijding in april 1945. Hun aandenken zij tot zegen. Een mooi landschapspark, maar toch met een hele bijzondere sfeer en toch een plek waar je voelt dat vreselijke dingen zijn gebeurd. En als je om je heen kijkt, dan vind je daar niks van terug eigenlijk, behalve de grafheuvels. Je ziet die verhogingen steeds en dat zijn dus de heuvels waar de Engelsen, nadat ze het kamp zijn binnengekomen in april 1945, de lijken die hier bij duizenden lagen hebben neergelegd, ingelegd en begraven. Dus eigenlijk kleine massagraven of misschien grote massagraven. En op iedere heuvel staat aan de kant op een steen, zo ingehakt, hoeveel lijken daarin gelegd zijn. En dat zijn er alles bij elkaar nog heel veel. Er zijn nog heel veel mensen die al dood lagen hier toen de Engelsen binnenkwamen, maar die niet meer begraven, verbrand, niks waren. En er zijn nog heel veel mensen doodgegaan, alhoewel ze al bevrijd waren, maar die het toch niet meer konden redden. Het was een totale chaos, een versmeerde bende. En mensen waren ziek, er was geen eten, het was koud. De barakken waarin wij sliepen met z'n tweeën in één zo'n houten krib en dan drie hoog boven elkaar, die waren zo lek als een mandje. In de wintermaanden van 45 januari, ijskoud hier altijd, werd je 's ochtends wakker en dan lag ik daarbovenop op de derde verdieping, gelukkig nog samen met mijn zusje in zo'n krib. En dan was je drijfnat, want het was allemaal op je gelekt, dat ijswater door zo'n dak. Alles was kapot hier. En ik weiger om te beschrijven hoe het sanitair eraan toe was. Je moest lopen door een stroom van stront om ergens te komen om. Echt vreselijk. Daarom zijn ook zoveel mensen ziek geworden. Iedereen had het aan zijn darmen. Dus onbeschrijfelijk smerig. En dan waren we ook helemaal verluist die laatste maanden. Dus die vlektyfus die uitgebroken is, dat kwam door al die luizen. Dat heette dan wandluizen. Dat zijn van die dingen die overal gaan zitten, ook op jouw lichaam. En helemaal vol zit je met die vieze beesten en je verrekt van de jeuk en van die lelijke grote dingen. En vreselijk, je bent helemaal versmeerd en vervuild en geen voedsel meer. En dat was het kamp hier, wat dan eens een voortzoekslager was en wat toen gewoon van, laat maar, want wat hebben we nog aan die mensen? Dus niks. Ik denk dat je kan zeggen dat alhoewel er geen gas was, maar dat gas is ook in Auschwitz, dus eigenlijk na september, dacht ik, 1944 niet meer gebruikt, dat het een van de slechtste en smerigste kampen is geworden. Het grote item voor mij zelf persoonlijk, dat herinner ik me heel erg goed, is hoe overleven wij dit hier? En hoe verder de tijd ging en hoe slechter het in dat kamp werd, begon ik te twijfelen. Eind 1944, dat weet ik nog heel erg goed, had ik het gevoel, als er niet gauw iets gebeurt, dat zou dan zijn, we worden hier uitgehaald, dan ga ik het niet redden. Het was op.
En vanaf januari 1945 begonnen de mensen werkelijk als ratten om je heen te sterven. En dit is gewoon een kwestie geweest van wilskracht natuurlijk, maar dat is echt niet genoeg geweest. Het is niet alleen dat, het is natuurlijk ook je, ja, wat moet ik zeggen, je fysieke gesteldheid. En het lichaam begeeft het gewoon op een gegeven moment. En een ander lichaam heeft het kunnen volhouden tot het allerlaatst. Ik weet niet waarom, hoe dat zit, hoe dat kan. De een is niet sterker dan de ander. En de een die is ook al ziek en overleeft het toch. En het... Mijn vader is gestorven op 24 februari 1945. En toen was het nog net zo dat de doden van ons kamp nog in een kist gelegd werden. En dus afgedekt in een kist, op een grote kar geladen, een aantal kisten. En dan uit het kamp werden gereden. En dan langs het prikkeldraad in de richting van het crematorium. En dan kon je dat verder niet zien, want dat verdwijnt dan daar. Je kon wel alleen die pijp van het crematorium zien en vooral ruiken. En wij mochten dan meelopen langs het prikkeldraad tot het einde van het kamp. En dat was het dan. Waar is het graf van Anne Frank? De bezoekers die hier komen, die komen voor Anne Frank. En dan is er geen graf, nee. Dus uiteindelijk, en dan, ja, dan moet je allemaal met een bloemetje of weet ik wat. En toen heeft de Anne Frank Stichting besloten, we vragen of we een klein steentje mogen zetten. En dan moet je ook kijken wat er ligt. Het ligt helemaal vol. Niets gezien. En dat zeg ik ook vaak. Waarom? Hoe? Het is een beetje onvoorstelbaar, want je bent in hetzelfde kamp en ze moet daar in dat tentenkamp. En dat is natuurlijk helemaal niet ver weg geweest. Ik zeg soms 500 meter, misschien is het iets meer, maar het is niet. Het is in dit grote kamp daar. En er was een prikkeldraad tussen. En ja, maar verder dan het prikkeldraad was het nooit. Het was ook al gevaarlijk om in de buurt van het prikkeldraad te komen. Want dat was daar dan ook. En er waren overal die wachttorens. Overal. En daar, nou ja, daar werd op getuurd naar je. En er waren wel altijd ook honden. En het prikkeldraad, dat was het einde van de wereld. I am the Reverend T.J. Stretch, attached as padre to the formation controlling this camp. I've been here 8 days, and never in my life have I seen such damnable ghastliness. This morning we buried over 5,000 bodies. We don't know who they are. Behind me you can see a pit which will contain another 5,000. There are two others like it in preparation. All these deaths have been caused by systematic starvation and typhus and disease which have been spread because of the treatment meted out to these poor people by their SS guards and their SS chief. Hoe bestaat het dat ik hier loop in mijn gewone, oude, vertrouwde winterjas met mijn diepe zakken, op mijn makkelijke schoenen, met een paar dubbeltjes in mijn zak voor mijn koffie. En dat ik denk, ik vind het ontzettend spannend om hier te zijn. Wat heb ik toch met dit land, terwijl ik er zo, ja, toch geen leuke tijd gehad heb. Want verder had ik met Duitsland niks. En toen... Op een gegeven moment had ik het gevoel
En dat heb ik ook voor mezelf van binnen verwoord. Het is eigenlijk voor mij het ultieme gevoel van ik ben vrij. Ik loop in dit land waar niemand mij meer iets vraagt. Waar ik nooit meer mijn persoonsbewijs hoef te laten zien. En waar ze me niet naroepen en waar ze me niet uitschelden. En waar ik niet op een bankje moet zitten omdat ik alleen op dat bankje mag zitten. Omdat ik een Jood ben. En dat gaf me een heel bijzonder gevoel. En dacht ik, ja, dat doet de tijd toch voor je. En dat doe je zelf ook voor je. En ik vind dat ook jammer dat toch nog altijd mensen zijn die dat niet kunnen. Maar dan moeten ze zelf weten. Iedereen is vrij.